Een hevige orkaan, samenvallend met een springvloed, bracht op 1 februari een ramp over Nederland. Een ramp die een nog niet vast te stellen schade veroorzaakte en helaas vele tientallen mensenlevens kostte. Paulus Historicus. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Paulus Historicus. Vandaag, naar aanleiding van mijn bezoek aan het Watersnoodmuseum, gaat het over de watersnoodramp van 1953. Er zijn een aantal redenen waardoor de watersnoodramp kon gebeuren. Ten eerste de hoge waterstand die veroorzaakt werd dat de zon en de maan op één lijn stonden en zo aan de aarde trokken waardoor het hogere water was. Dit verschijnsel noemen we springtij en dit komt eens in de 15 dagen voor. Daarnaast was er een hoog drukgebied aan het noorden van Groot-Brittannië en een laag drukgebied bij Scandinavië. Zoals je misschien weet stroomt de wind altijd van hoog naar laag. Deze wind stuwde al het water mee naar de Noordzee. Daarnaast raasde er een enorme storm in dat hoge drukgebied en die kwam steeds dichter bij de kust van Nederland. Al dat water in de Noordzee wilde weer weg naar de oceaan via het Nauwe van Calais. Maar dit kwam natuurlijk niet allemaal tegelijk, want het is als een soort trechter. Het heet niet voor niks Nauwe van Calais. Dat betekende dat het water niet 2 meter hoger dan NAP stond, maar 4,5 meter hoger. Veel hoger dus dan verwacht. De laatste reden is de Tweede Wereldoorlog. Deze is pas 8 jaar geleden en alle dijken waren slecht onderhouden. Daarnaast komt dat er veel dijken wel eens gebombardeerd waren en er eventueel bunkers in de duinen waren gebouwd. Hierdoor waren de dijken slecht en konden zij de waterdruk niet aan. Hier zie je een kaart van het domino-effect van het doorbreken van de zeedijken. Eerst breekt namelijk de zeedijk door en het water komt met een enorme kracht tegen de binnendijken. Deze breken dan ook door, waardoor de polders vollopen. Dit gebeurde helemaal tot aan de Hoekse Waard en zelfs Dordrecht en zelfs straten in Rotterdam-Zuid. 12 uur na de eerste golf kwam er nog een tweede golf. Dit heeft natuurlijk te maken met hoogwater en laagwater. Van alle gebieden die ondergelopen waren was Gouwe-Duiveland het ergste getroffen. Een man in Zierikzee is door middel van onderdelen die hij vond bij zijn baas een amateurradio te maken en kon hiermee eindelijk berichten verzenden. Het klinkt een beetje als Asterix en Obelix, maar er was één dorpje die zich dapper verzette tegen de golven. Dat was Colijnsplaat. Ze hadden de vloedplanken al neergelegd en de golven die sloegen tegen die vloedplanken en ze dreigden te begeven. Wat deden de mannen daar? Die gingen met z'n allen met hun ruggen tegen die planken staan om de golven te weerstaan. De langste man die achter de planken stond en er overheen kon kijken, riep bij elke golf die aankwam: "Ouwe jongens!" En ze hielden het, tot op een gegeven moment het schip vanuit de haven neer werd gelegd voor de planken en diende als schokbreker. Zo werd het plaatsje Colijnsplaat gered. Er is nog steeds een standbeeld voor. Zo zijn er veel meer verhalen, zoals het koffertje van Teun. Teun was een baby en zijn ouders wisten niet hoe ze hem mee moesten nemen met de evacuatie. Ze hebben hem uiteindelijk in het rieten koffertje gestopt en hij heeft het gehaald. Helaas zijn niet alle verhalen met een goed einde. Zo ook een baby die nacht was geboren, maar daarna ook nooit meer is teruggevonden. De enige communicatie die mogelijk was, was door middel van zendamateurs. De zendamateurs kregen allemaal een speciale code waarmee ze met elkaar konden praten. Zo werd er een soort noodnet opgebouwd. Nadat de dijken gebroken werden, sleten de gaten die in de dijken zaten weg door het kolkende water wat naar binnen kwam. Niet alle gaten konden daarom ook direct gedicht worden. De laatste was op Oude Kerk op 7 november 1953, bijna een half jaar later. Dat betekent dus dat er gebieden zijn die gewoon een half jaar lang steeds met vloed overstroomd werden. Om de grootste gaten te dichten hadden ze enorme betonnen bakken, caissons genoemd. Deze caissons werden ook gebruikt bij de Mulberryhavens met D-Day. De bedoeling was dat deze caissons in het gat gevaren zouden worden en daarna tot zinken werden gebracht zodat het gat gedicht werd. Het
Het is 5 november 1953. Na een gigantische voorbereiding is het legioen der waterbouwers bij Ouwerkerk tot de beslissende aanval overgegaan. De tweede caisson, die op deze dag gezonken wordt, is voorzien van een zogenaamde guillotine. Een rij buizen waarmee een stalen dam zal worden gevormd die de stroom tussen dijk en caisson moet afsluiten. Als alle buizen gezakt zijn en het getij gunstig is, wordt de caisson tot zinken gebracht. De sterke slepers zorgen ervoor dat deze tweede phoenix precies zinkt op de plaats die de waterbouwkundigen hebben vastgesteld. Dicht daarbij worden grote hoeveelheden stortsteen klaargehouden. De onderlossers laten in een paar seconden tonnen en tonnen van deze steen vallen om de voet van de caisson te versterken. Hier achter me zien we allemaal materiaal dat gebruikt is bij het schoonmaken en het herstellen van de dijken. Er zijn bijvoorbeeld indrukwekkende apparatuur die moet hier een bulldozer die ook gebruikt is tijdens de Tweede Wereldoorlog. En later via het Marshallplan is die eigenlijk terechtgekomen in het civiele circuit. Een pijntje die zand vervoert en een kraan die meerdere keren in het water verloren is gegaan en weer opnieuw opgebouwd is. Vrij indrukwekkend. In de vorm van vrijwilligers, geld of materialen stroomde de hulp vanuit het buitenland toe. We staan hier in een van de 11 prefabwoningen die door Zweden zijn geschonken aan Nederland om de gezinnen op te vangen. Als je hier rondloopt lijkt het net of je bij je opa en oma binnenloopt. Je ziet een hoop dingen die overeenkomen. Het is best wel best een mooie woning. Je hebt een aantal slaapkamers, je hebt een douche, je hebt een keuken. Ja, super mooi, super fijn barn van Zweden. Dus. Na de watersnoodramp is het deltaplan in werking getreden. Dat betekent dat er overal sluizen, dammen en keringen werden gebouwd. Denk hierbij aan de Maaslandkering, maar de bekendste is natuurlijk de Oosterscheldekering. Ik zie heel vaak op Facebook en Instagram mensen zeggen: lekker toch, opwarming van de aarde, een paar graden erbij. Dat is misschien wel zo, maar mensen vergeten dat de zeespiegel stijgt. En onze dijken en het deltaplan zijn maar berekend op een zeespiegelstijging van 1 meter. Dat betekent dat elke meter die daarna komt, gewoon dwars over het land spoelt. Dan is het opeens niet meer zo fijn als je je huis kwijt bent. Bedankt in ieder geval voor het kijken. Like het filmpje als je hem leuk vond, delen en abonneer op mijn kanaal.